Hi, ik praat zoveel over dat ik zoveel kook. En eigenlijk gelijk voor de hele buren. Dus vanavond komen twee buren bij mij eten. Dus ik ga vanavond iets lekkers maken. Ze hebben hun verzoeken doorgegeven aan mij wat ik moet gaan maken. Dus het wordt mijn soep met kipfilet, pittige varkenskaas en dan groentegerecht natuurlijk. Ik heb een kip gehaald en die heb ik heel goed schoongemaakt. Nu ga ik even wat filetten uitfileren voor de zometeen in de soep te doen, apart in de soep te doen. En de rest ga ik in de pan doen om kipbouillon te laten trekken. Ik ga alleen de filet van bij de borst even uitfileren. De rest laat ik gewoon ze maar zo zitten. Ik hoef niet zoveel filet te hebben. Ik ga nu een beetje velletje er weg snijden alvast. En de vetgedeelte van de kip. Zodat die vetlaag niet in mijn bouillon komt. Ja, zo. Doe ik even in de pan. En ga ik wat koud water erin vullen. Om bouillon te trekken moet je altijd koken met koud water, zodat die rustig warm worden. En dan dus alle smaken van de kip rustig naar buiten komen. Als je dan bijvoorbeeld in hete water instopt, dan sluit de buitenkant van de kipfilet gelijk af. En dan kan de smaak niet meer uitkomen. Het is wel een grote pan. Maar ja, zo'n hele kip kun je ook eigenlijk heel veel bouillon eruit trekken. De bouillon kun je ook bewaren. Of ja, kan je ook weggooien, maar je kan alles mee doen. Je kan gewoon vandaag mijn soep met kippen maken en morgen die hot en sour soep maken of wonton soep van maken. Echt, of gewoon koken. Alle gerechten koken met de kipbouillon, dus maak me zo grote mogelijke panbouillon van. Kun je hele week mee zoet. Je moet wel minimaal een uurtje, ik denk 2 uurtjes, laten trekken. Dan komt alle lekkere smaak uit de kip. Nu begin met hoog vuur. Kipbouillon kookt al. En dan zie je van boven een laagje schuim. En die gaan we nu weg scheppen. Want wat we nu in die schuim zit, dat is eigenlijk de afval of vuil. Hierna krijg je nog meer van die laagjes schuim. En dan, die is meer eigenlijk eiwitten. Dus die hoeven we niet meer weg te halen. Ik doe weer de deksel terug. En dan ga ik nu met de laag vuur laten sudderen. Ik ga nu alvast de kipfilet in stukjes snijden. Als je nog meer wil fileren, kun je bij de pootjes van de kip nog kipdijenfilet uitfileren. En dan kun je nog Japanse spiesjes maken. Jeetje. Van één kip kan je heel veel verschillende gerechten maken. En de vleugels kun je kipvleugels van maken. Gefrituurde kipvleugels. Je hebt maar 2, maar heb je toch wel vleugels. En dan een klein lepeltje aardappelzetmeel bij. De functie van de aardappelzetmeel in dit geval is de smaak in de kipfilet afgesloten worden. Nee, kipfilet afsluiten met de smaak erin. Ja, dat is een goede woord, denk ik. Toch? Je begrijpt het wel. Zo moeilijk is het niet in het Nederlands. Het tweede gerecht die ik voor mijn buren ga maken nu is varkenskaas met allerlei soorten groenten. Voornamelijk met pittige sambal. Want ik heb begrepen dat ze heel pittig eten. Dus ik ga vanavond op de uitdaging uit. Kijken of ze mijn gerecht pittig genoeg vinden. Je kan eigenlijk, als je niet van varkensvlees houdt, kun je ook vervangen door oshaas. Heel bekend is onder Chinezen visfilet. Nou, niet zozeer visfilet, want Chinezen eten graag eigen hele vis met graden in. Maar in Nederland zijn we meer gewend om alleen filet te eten. Dus je kan eigenlijk heel makkelijk met pankafilet,
Ja, kabeljauw zou ik het niet doen, denk ik, want die lost te veel op. Maar die andere soorten, zoals de schoolfilet, tilapiafilet, kun je echt makkelijker gebruiken. Maar we gaan vandaag met varkensvlees maken. Ik ga nu eerst even de varkensgaas even spoelen. Ik weet niet, die voelt een beetje plakkerig aan. Het is alles elke keer zo. Je hebt gewoon tegenwoordig zo'n ingepakt, in de vacuüm ingepakt. Vers varkensgaas. Maar als je die naar uithaalt, het plakt een beetje aan de buitenkant. Daarom moet je altijd even goed afspoelen. Misschien is er niks aan de hand hoor, maar dat is altijd zo. Dus voor de zekerheid maar even goed afspoelen. Nou, ik ga ze nu maar in stukjes snijden. Niet te dun, maar ook niet te dik. Oeps. Ik ga ze nu allemaal ongeveer de dikte van 0,5 centimeter snijden. Dat vind ik een mooie dikte. Maar ja, ik zei al, ik ben niet zo nauw in. Dus als jij denkt van ik vind 0,5 centimeter te dik of te dun, dan mag je weer dikker of dunner snijden. Maar je moet, als je dikker snijdt, dan moet je wel iets langer laten koken. Peper en zout moet je eigenlijk zoals je standaard iets marineert. Ik ben erg niet tevreden over de varkenshaas die we bij de supermarkt hebben gehaald. Maar ja, ik ga niet zeggen welke. Ik ga niet meer te veel lang mengen, want dan wordt die in plaats van plakjes wat moes. Maar ja. Ik ga nu verder met voorbereiden. Alle groenten alvast op vorm snijden. En wassen. Eerst wassen en dan snijden. Niet omgekeerd. Als je thuis geen bamboe hebt, kun je die weglaten. Dat is echt meer mijn persoonlijke favoriet. Ik gooi bijna bij alle roergebakgerechten bamboe in. Omdat ik het zelf lekker vind. En sinusco. Ik hoef niet per se zo, maar ik vind het gewoon mooi qua kleur. Kijk, driehoek. Ik bedoel, driehoek is vorm, geen kleur. Al die woordjes in Nederland. En komkommer. Soms is de vorm ook heel mooi. Heel belangrijk bedoel ik, dat je nou een beetje apart vorm maakt. En hier heb ik wat talge, die ga ik alleen maar even afspoelen. Die kun je niet in plakjesvorm snijden, want dat is een taugé. Ik weet niet of mijn gasten, die zometeen komen, gaan van koriander. Als zij er van koriander houden, dan ga ik gewoon alles erop doen. Als ze niet van koriander houden, ga ik maar de helft erop doen, want anders moet ik alleen opeten. Ik vind het niet erg, maar koriander heeft een heel speciale smaak. Niet iedereen kan dat tegen. Niet erg, dat is niet erg. Als ze niet van houden, dan moet ik maar die weglaten. Maar liever niet. Het derde gerecht die ik nu ga maken voor mijn buren is bimi met vers knoflook en oestersaus. Nou, we hebben niet veel nodig. Bimi. En een beetje knoflook. En oestersaus, dat was het. Eerst even deze wassen. Daar heb je hem. En nu een beetje knoflook erbij doen. Maar eerst snijden. Zo, mijn buurvrouw is nu al binnengekomen. Hoi, yes, ik ben Niti. Hoi. Nou, je hebt gevraagd of ik een maïssoep met kip wil maken samen met jou. Ja. Klopt dat? Ja. Ja. Het is mijn lievelings Chinese soep. Dus toen ik in India altijd naar de Chinees ging, was dit echt de allerlekkerste soep die ik ooit proefde. En die bestel ik nog steeds 28 jaar later. Ja. Keer op keer. Dus ik dacht, wat zou het leuk zijn als ik het zelf kon maken. En daar ben ik hier dus vandaag voor. Ja, heel goed. Ik hoop dat mijn soep met kip ook echt aansluit op jouw smaak. Want elk restaurant maakt een andere maïssoep met kip. Ja. Dus ik ga gewoon echt mijn best doen. Is goed. Maar dat is in ieder geval mijn soep. Yes. Ja? Ik hoop dat je kijk er helemaal naar uit. En ja, ik heb al voorbereid vandaag. Ik heb eigenlijk al 2 uur, 3 uur geleden, ik ben tijd al kwijt, dus echt zo lang geleden, bezig geweest om kipbouillon te zelf te maken. Ja, ja. Ja. Kijk. Ja,
is dat. Ja, even mouw omhoog. Die kan nu wel. Kijk, ik heb hele kip gekocht. Ik heb de kipfilet eruit gehaald. Mm-hmm. Die kunnen we zo meteen wel terugstoppen in de soep. In de soep. Ja. Maar bouillon is denk ik al goed op smaak. Dus nu gaan we maar gewoon soep maken. Oké. Okay. Kan ik ergens mee helpen? Nou, doe maar. Zal ik bouillon opscheppen? Opscheppen in deze wok? Ja. Ik maak bijna alles in een wok. Ah, okay. Ik ben echt Chinees. Ik gebruik de pan eigenlijk. Zo'n pan gebruik ik alleen bijna voor. Ja. Als die nou heel lang moeten staan. Weet je wat ik. Wat we heel belangrijk is, echt per se nodig is, dat is deze. Ah, dat is gewoon, okay. En dat is alvast gebeurd mais dan? Ja, denk ja. Ik. Oh. Ja, je kan ook wel. Maar vers mais hebben we nooit gebruikt. Mm-hmm. Echt wel, soms hebben we verkeerd gekocht. Ja, dan moet je gewoon echt in blender doen. Oh, oké. Okay. Even pureren. Dus dat is het enige. Ja, maar dit is wel makkelijker. Ja, dat ja. Gewoon erin doen. Als je eenmaal weet hoe dat moet, dan mm-hmm. denk je, oh, dat is. Dan is het heel makkelijk om zelf te maken, ja. Ja, mijn tante heeft mij ooit voorgedaan hoe je die witte slierten, zeg maar, maakt. Want ze is zelf ook chef. Ja. Maar ik heb het echt, één keer heeft ze het laten zien en daarna neemt ze aan dat je het altijd kan. Ja. Helaas heb dus ik daar geen YouTube film van dat ik op repeat in ieder geval kan drukken om nog een keer af te spelen. Ik zal heel goed opletten deze keer. Oké. Daar is die dan. Nu moeten we de smaak toevoegen. Mm-hmm. Die laten we gewoon rustig koken. Ik doe smaak toevoegen eigenlijk op een gevoel. Ja, is goed. Kijk, je kan gewoon tussentijds ook blijven proeven, toch? Ja, ja, klopt. We hebben nog heel veel bouillon. Als ik deze te zout heb gedaan, nog bouillon dat erbij. Dat is goed. Nee, dat is ook de Aziatische manier van koken. Mijn moeder zegt ook altijd van, ik heb twee snufjes zout gedaan. En ik zo van, hoeveel is een snufje dan? En dan zegt ze, ja, je moet gewoon blijven proeven totdat je begrijpt wat een snufje is. En een beetje peper. Kan ik de vet in de een doen of niet? Want we hebben mensen die antifettine. Ik heb geen idee wat het is, dus het zal wel goed zijn. Oké. De meeste Aziatische mensen vinden het niet erg. Zolang het goed smaakt. Ja. En fettine, dat is? Smaakversterker. Die had ik ook een paar keer op je recept gezien, maar ik had niet echt een idee van. Ja, ik heb speciaal nog een interviewtje gedaan. Ja. Omdat veel mensen roepen dat die slecht is en zo. Ja, dan wil ik zelf ook weten. Ja, ja. Want ik heb dat was die ene met de Universiteit van Wageningen. Ja. Ja, want het wordt zo vaak geroepen. Dat ik van, nou, dan wil ik echt weten van de deskundige. Waarom is het zo, ja. Maar ja, ik heb al mijn hele leven, nog niet zo lang, maar hele leven vetching gegeten. Ik heb er nooit last van. Maar ja. Dus ik ga nu eerst even proeven. Ja. Of wil jij dat proeven? Nee, jij mag proeven. Ik vertrouw je wel. Uitkijken. Het kan wel heet zijn. Maar als het flauw is, dan. Mag niet, ik heb heel veel lepels. Mm, dat is lekker. Is dat goed? Ja, maar proef maar, misschien is hij wat flauw. Weet ik niet. Hij smaakt heel goed. Ja? Dus die kippenbouillon zelf maken, dat is wel. Het is een beetje flauw nog. Zal ik nog een beetje bij doen? Ik heb wat bouillon uit de grote pan gedaan in mijn andere pannetje. Mm-hmm. En doe ik gewoon koken. Die ga ik niet bakken, want tijdens marineren heb ik ook wat olie ervan gebruikt. Mm. En die wil ik eigenlijk nu niet meer zometeen terugzien in mijn soepje. Ja. Dus gewoon koken is goed, want kipfilet is, het is ook al volgens mij 2 uur gemarineerd. Dus er moet wel een beetje smaak aan zitten. Kijk, die kookt al. Ja. Dan gaan we nu dikker maken. Ik heb die gemengd met koud water. Ja, dan heb je geen klontjes, toch? Ja. Ga ik nu hoog vuur doen. Ga ik ze dik maken. Ja. Toch, de soep die jij gegeten hebt is ook een beetje licht gebonden. Ja, klopt.
van het eetstokje. Oh, volkant kan ook. Ah. Ik heb toevallig zo aangepakt. Ik dacht dat was een speciale chef techniek. Nee, sorry. Genieten. Oh nee. Niet teleurgesteld? Nee, bij de wok hadden we ook zulke dikke eetstokjes gekregen. Ja. Bijna een halve arm, zeg maar. Die gebruiken we alleen om limonade te roeren. Dus die kan ook hiervoor gebruikt worden. Kijk. Ah ja. Zo, die aardappel zet nou eens echt goed. Ja. Okay. Wil je die de oven opscheppen of gewoon... Ja, opscheppen lijkt me handiger mezelf kennende. Oké. Okay. Super, lekker. Ik voel me bijna alsof ik het zelf gemaakt heb. Je bent toch zelf aan het opscheppen? Ja. Al twee keer opscheppen. Zo. En aan het eind een beetje fijn gesneden bosuitjes. Mooi. We zijn klaar met de soep. Soep is klaar. Zo makkelijk. Het was ongelooflijk lekker. Dankjewel weer. Ja, echt heerlijk. Ja? Dankjewel. Dat is mijn buurman Mark. En hij heeft ook net meegegeten met soep. En hij gaat nu de volgende gerechten maken. Maar in ieder geval helpen met maken, denk ik. Oké. Ik weet niet of je mijn kookkunsten verder vertrouwt, maar... Ja, dat komt wel goed. Goed zo. Ik hou je bij. We gaan zo meteen... een Sichuanse gerecht maken met heel veel pepers erin. Lekker. En met varkensvlees. Nee, varkenshaas heb ik gehad. Oh ja. Ja. Ja? Ik heb nog een vraag eigenlijk. Bij dat gerecht gooit iets bij die eigenlijk best in nodig is. Maar als jullie niet lekker vinden, kun je hem weglaten. En dat is koriander. Ik vind het super lekker. Nou. En jouw mening hoef ik niet te weten. Nee. Prima, ik laat het. Ik laat mijn mening voor me. Ja, nou dat gaan we doen. Als je het niet lekker vindt, eten wij hem op. Jij hoeft het niet op te eten. Hè? Minder voor jou, meer voor ons. Ja. Zullen we eerst een beetje olie erin? Hoeft niet heel veel. Want aan het eind hebben we nog heel veel olie nodig. Dat is een heel bekende gerecht. Oké. Okay. Ik denk als je het dadelijk ziet. Oh. Ik heb de liefdalige assistent. Ah, deze zit ook wel stevig vast, yes. Maar hij gaat wel open. Oké. Okay. Dat, dat is meestal een oplossing voor het rol. Ja. En waar haal je dit spul dan? Toko. Oh, bij de toko. Ja. Die moeten we heel rustig bakken. Zodat die olie helemaal rood wordt. Oh ja. Dan heb je, dan komt eigenlijk de smaak eruit. Ja, precies. Dus dat de olie gemixt is met... Ja. Yes. En met Chongqing hebben we toen een potje meegenomen. Chongqing. Ja. Ja, daar wordt echt goed pittig gegeten. Ja, dat hebben we gemerkt, ja. Maar in China heb je heel veel verschillende streken die lekker pittig eten. Ja. Dit is meer gerecht van Chengdu. Waar die panda vandaan komt. Ah. Mm. Sichuan Chengdu. Zij als Chengdu. Chengdu, ja. Dat zit ook in de buurt van Chongqing. Toch? Dat is de buurt die ze bedoelde. Ja, maar dat... Ik kan me herinneren dat we dat... Want we zijn eerst naar Chongqing gegaan. En toen daarna naar Jiaxiaigo. En dan door naar, naar Chengdu. Okay. En dat zat redelijk dicht bij elkaar. Dus je hebt Chinees begrepen wel, hè? Ja, nee, precies. Ja, als je in Nederland... Voor onze begrepen is daar niks dichtbij. Maar goed, voor het Chinese begrippen was Chongqing ook een klein stadje. Ja. Dat heeft 9 miljoen inwoners. Dat is erg, hè? Alles is een beetje een andere schaal dan hier in Nederland. Ik krijg er wel honger van, denk ik van. Ja? Maar gewoon alleen maar naar kijken al. Nou, zijn we klaar? Nou, perfect. Dat is snel. Opscheppen. Nou, nu nog wel. Ze schoot hem opzij. Wat? Ze schoot hem zo opzij. Ja? Dus. Maar natuurlijk ook, ja? Dan moet je laten koken en dan wordt het weer dicht en dan weer zo. Oh ja. Nou. Doe ik het op de niet die manier. Wauw. Kopen jullie vaak thuis?
Ja, elke dag. Bijna elke dag. Wie komt? Allebei. Meestal samen. Ja. En dan is, jij roeren en zij vertellen hoe je moet roeren. Ja. Als ik kook, dan stuur ik niet direct de keuken uit. Want die bemoeit zich overal tegenaan. Dus, nooit. Die olie is een beetje rood al, toch? Ja. Zie je? De olie die eruit komt is al rood. Je doet een beetje knoflook en een klein beetje gember erbij. Ik ga nu water erbij doen. Ja. Hier heb ik kataugé. En van water ga ik het even koken. Oh, wil je zo meteen die vierkante bord pakken? Als die kookt, dan kunnen we die naar oven doen. Die ga ik even uitgieten. Oh, dat was een draad onder me door. Die is voor onderin. En nu ga ik groenten vast erin doen. En die witte stukjes omdat ze hard zijn. Ja. Het iets eerder erin doen. Want die heb je er nog niet de pepertjes aan toegevoegd, of wel? Nee. Dus ja, die ga ik vandaag ook niet echt... Kijk, als ik die nou van tevoren mee bakken, dan wordt het echt heel pittig. Mm-hmm, mm-hmm. En ik wil dat jullie alleen maar vanavond plezier mee hebben, niet morgen. Ja. Dus. Die is wel super lekker. Ik heb nu die... Maar jullie doen het dus nu zonder het water, schep je het eigenlijk uit? Ja, want je gaat... Ja. Oh, ja. Gaat het? Het zal wat knippen, denk ik. Nee, dat is juist leuk. Ah. No. Dit is een hapbad in stappen. Ik heb nu al alle groenten eruit gehaald. En dan ga ik nu de vlees in die saus koken. Als de vlees gaar is, dan ga ik die overplaatsen naar een de schaal. En dan heb ik wok nodig voor wat anders weer. Dit is echt heel veel verschillende stappen. Wel super lekker. Ja, dat moet nog op lijken. Ja. Maar, nou, de vorm nou, alvast al bedankt. Heel lekker. Ja. Ga ik nu hier overheen doen. We zijn nog niet klaar, hè? Ik heb weer een pan gepakt. En dan heb ik vrij veel olie erin gedaan. Die laat ik koken. Mijn buurvrouw vindt het lekker, mijn buurman niet. Dus doe ik hem maar gewoon de helft. Dat vind ik wel aardig. Eigenlijk als je deze van tevoren meebakken, dan wordt het gerecht heel erg pittig. Maar dat ga ik nu niet doen. Wat zijn dat? Dat is gedroogd peper. Oké, maar wat voor peper zijn dat dan? Van die mini pepertjes. Oké. Het is super pittig. Ja, dat geloof ik direct. Hoe kleiner een peper, hoe pittiger. Dat is, en deze zijn helemaal naar die kleintjes. Top. Het ziet er in ieder geval ook heel mooi uit zo. Ja? Ja. In Chinees heb je, wat is nou? Gezegde? Ja, eerst moet je zien, moeten we mooi zijn, en daarna ruiken, en dan pas proeven. Proeven komt als het laatste. Ja, precies. Als je dan ziet dat het mooi is, dan smaakt het voor je al beter. Ja. Dat is het effect, dan krijg je extra lekkere smaak. Ja, daar moet je vast de armen voor hebben, van het gespletter. Ik voel het hier al spetteren. Ja. Ik niet. Ik heb hem waarschijnlijk zo laten zien. Ja, alles onze kant op. Pepertjes, ja. Goed gekleed. Ja, natuurlijk. Ja, zo, wij hebben nog één gerecht te maken. Klinkt goed. Ik heb er nu al zin in. Vooral met op te eten dan, maar... Nou, moeten we eerst klaarmaken. Ja, ik heb hier Bimi, ken je die? Nee.
Volgens mij is die broccoli gekruist met asperge, ja, zoiets. Kijk, zo ziet die uit. Echt heel, dat is heel lekker. Ja, het ziet er ook uit als een asperge met broccoli in de straat, toch? Maar die is echt heel erg lekker. Ik vind dat lekkerder dan broccoli, maar ook lekkerder dan asperges. Ik heb hier een pan water. Ik heb een beetje vetje erin gedaan. Een beetje zout. Heel klein beetje olie. Ja, dat is nog steeds die peper van het. Nagenieten. Ja. Ja, je moet nog beginnen te genieten zometeen, hè. Groen. Ja, mooi, ja. Groen, ja. Voor mij is het gewoon groen of groen. Nee. Ah, het is wel een hoop groen. Het heeft even gekookt. En nu gaan we die roer bakken. Een beetje olie in de wok. Het is een heel makkelijk gerecht. Hoe vaak heb ik al gezegd? Volgens mij is het de eerste keer pas. Ja, ja, dat valt volgens mij wel mee. Het is me nog niet opgevallen in ieder geval. Wok met de olie, die is een beetje op temperatuur. Ga ik dan, doe ik nu knoflook en gember bij. Ze zijn allebei lang gesneden. Ja. Dan heb je daar een reden voor waarom je het zo snijdt? Ja, is mooier. Ah, oké, okay, nou, goede reden. Huh? Vind je niet heel mooi uit? Ik heb je heel weinig nodig. Eigenlijk alleen oestersaus. Deze moet niet te lang laten bakken. Kijk, die begint een beetje te verkleuren. Dan is het al goed. Dus doe je gauw oestersausie. Ja, voordat het zwart wordt, zeg maar. Mm-hmm, ja. Die doe je. Klein beetje peper. Ruikt ook goed zelfs, nu al. Die rijdt oester, deze moet je echt met de hoge vuur doen. Met de rond weer vuurvaste handen. Eigenlijk al goed. Ik zei het al, dat is heel makkelijk gerecht. Wij Chinezen eten groenten niet zo zacht. Wij vinden juist een beetje knapperiger, lekkerder. Ja, dan heb je het gevoel dat je gebit nog werkt, toch? Ja, nee, precies. Nou, ik ben net vorige week bij de tandarts geweest, dus het komt mooi uit. Maakt het echt af. Ja. Zo doen wij dat thuis niet. Zo presentabel. Even. Nee, we doen gewoon pleur, pleur, pleur. Pak, klaar. Nou, heb je die genoten? Zeker, ja. Het was heel lekker. Dus ja. Lekker, ziet er mooi uit, ruikt goed. Dus okay. Ja. De rest moet dan nog gaan eten. Ja, maar meestal als het eten er goed uitziet en lekker, lekker ruikt, is het meestal ook qua smaak wel lekker. Oké, okay, nou, daar smaak gaat door de neus. Bedankt. Hartstikke leuk dat jullie hier zijn. Nou, dank voor de uitnodiging. Nee. Graag gedaan. Nou, we gaan nu eten. Als je mijn video leuk vindt, even een duimpje omhoog. Eet smakelijk. Doei. Bedankt voor het kijken. Wat een lief van mijn YouTube kanaal.